Ik zie dat de kapelaan ook binnen is inmiddels. Zal ik hem storen of zal ik hem niet storen? Twijfel. Waarom storen? Hey, goeiedag. Wat zie je er mooi? Kijk. Dit is nou mijn pastoor. Ja, zo hoort het, hè? Ik zou je één ding willen vragen. Ja. Ik weet niet of het mag, hoor. Of het kan. Dag, ik ben Nol. Je hebt een collega meegenomen. Ja, zeker. Precies, ja. Pastoor van Rosmalen. Uit Rosmalen. Ja, ik heb hem gekocht. Wegwezen. Nee. Bos. Dan is het goed. Nee, maar de zandhazen hoort natuurlijk ook bij de bos. Ik heb een vraag, hè. Ik weet niet of het mag, of dat het binnen jullie beroep mag. Maar zouden jullie bijvoorbeeld de kijkers thuis, zouden jullie carnaval kunnen zegenen door iets te zeggen? Mag dat? Natuurlijk, ja, vriendschap en onderlinge contact. Ja, dan zou ik heel graag, als je het zou willen doen, ik geef je de microfoon, of je de mensen thuis, dat je het carnaval 2013 even zegent. Prima. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede God, we zijn dankbaar dat we hier samen mogen zijn om het feest van carnaval te vieren. Het is een voorbereidingsfeest op het vasten en uiteindelijk op het grote paasfeest, het mysterie, waar Christus zijn leven weer voor ons allen gaat geven. We willen vragen of u de komende dagen bij ons wil zijn om ons te zegenen, de vriendschappen die we hebben en vooral dat we een goede tijd met elkaar mogen meemaken. En ik wil u zegen daarom vragen in naam van de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Nou, dat is heel mooi gezegd, kapelaan Patrick Kuijs van de Sint-Jan. Ja, dat is zeker. Het is, carnaval is een mooi feest. Je ontmoet iedereen op straat, je maakt een praatje. Het is echt een gemeenschap. Je hebt je collega uit Rosmalen meegenomen. Hè? Ja. Ga je het hem nou leren? Zit het hem al een beetje in zijn bloed? Nou, ik denk dat er wel meer bij hem is. Of zit het meer in jouw bloed? Nee, ik kom van net boven de rivieren. Ja, maar hij komt helemaal boven. Hij komt uit een heel ver buitenland. Ja, dat is waar, ja. Grunningen. Ja, exact. Ja, ja. Lekker ver weg, maar behoorlijk aangepast. Ik bedoel, hij is het gezicht van Den Bosch. Fantastisch, toch? Ja, ja, hij is echt het gezicht van Den Bosch. En wat voor een gezicht? Een bolle kop. Nee. Maar dat is, je omschrijft het wel heel erg goed. Heel erg mooi. Hoe is het in de Zandhazendurp op dit moment? Want daar bent u, priester. Ja, en ik ga nou dit jaar eigenlijk voor het eerst helemaal alleen de carnavalsmis daar doen. Ik zit nu 2,5 jaar. En we zullen zien. Spannend. Ja, dus nadien moet je het maar horen. Ja. Moet ik je helpen? Wil je helpen dan? Nou, ik zou best jouw misdienaar wel willen zijn tijdens de carnavalsmis. Ja, ik ben met de carnavalsmis ben ik hier niet. Nee, dan wat ben je dan? In een andere kerk. Ja, nou joh, ik wens jullie het allerbeste. En je hebt de zegen uitgesproken ten opzichte van het Oeteldonkse volk. En ook het Zandhazenvolk, want die kunnen ons ook volgen. En iedereen die ons kan volgen. Dankjewel, een hele fijne carnaval. En ik hoop het beste, zoals je het uitgesproken, voor alles en iedereen. En alleen nog een beetje in het weer. Oh, dan kom maar. Beetje sneeuw. Ja. Koude voeten. Is die lekker? Smaakt die? Dan. Smaakt die? Ja, heerlijk. Nou, oh, die gaat proost. Dank je wel. Proost.